tot 4 januari kunnen stadjers hun idee kenbaar maken over een invulling van de oostzijde van de Grote Markt. Iemand die net na de Tweede Wereldoorlog ook een idee had voor de invulling van de oostzijde en de rest van de Grote Markt, toen het hier allemaal in puin lag, dat was de Delftse stedenbouwkundige en architect Grandpré Molière. En vandaag kijken we wat er van zijn idee terecht is gekomen. Marinus Jan Grandpré Molière werd in 1883 in Noord-Brabant geboren als zoon van een suikerfabrikant. Na een studie bouwkunde in Delft werd Grandpré Molière architect in Rotterdam. Eerst werkte hij voor de gemeente en in 1914 begon hij met de architecten Verhagen en Kok een eigen bureau. Dit blok aan de Turfsingel is ontworpen door Bauma en niet door Grandpré Molière, maar het had gekund. Want het is namelijk gebouwd in een architectuurstijl die door Grandpré Molière min of meer werd ontwikkeld, de Delftse school. Een rustieke, historiserende stijl, passend in de omgeving. Grandpré Molière vond het moderne, functionele bouwen van flats en zo namelijk niks. Voor hem moest de architectuur passen in de stad als geheel. We zijn hier op de universiteit, want hier in deze kamer werkt Chetty Bruins aan een proefschrift over de beginperiode van Grandpré Molière. In die beginperiode maakte hij in 1915 met zijn bureau een plan voor Vreewijk in Rotterdam. Dat is uitgevoerd. Maar niet alles van Grandpré Molière werd uitgevoerd. Zo hangt hier bijvoorbeeld ook het plan wat Grandpré Molière maakte voor het Haagse Daal en Berg in 1918. En dat is niet uitgevoerd. Op dit plan is heel goed te zien wat de stedenbouwkundige ideeën van Grandpré Molière waren. In tegenstelling tot wat in die tijd gebruikelijk was, waren straten bij hem niet restruimtes. Het was één geheel. Dus achter de huizen maakte hij ook paden, soms met wat verspringinkjes erin. Veel groen. Dat was zijn stedenbouwkundig idee. Hij was eigenlijk de grondlegger van de stedenbouw als zelfstandige discipline. Nou, in 1924 werd hij hoogleraar in Delft en na een paar jaar ging hij stadsaanleg als college geven. En daarmee was hij de eerste in Nederland. Grandpré Molière maakte plannen voor de Rotterdamse Linkermaasoever en het Kralingse Bos. Vanaf 1927 was hij betrokken bij de Zuiderzeewerken en ontwierp de nieuwe dorpen. Grandpré Molière was erg gecharmeerd van de historische structuur van Groningen en behandelde die in zijn colleges. Zo zag het centrum van Groningen er na de bevrijding van 1945 uit. Grandpré Molière werd aangetrokken om een wederopbouwplan te maken. Maar het gekke was dat hij al in de oorlog, toen er nog niks kapot was, was aangetrokken. In 1946 had hij zijn plan klaar. Het was heel revolutionair. Hij wilde de Grote Markt een stuk groter maken. Bijvoorbeeld de rooilijn hier aan de oostkant, die moest worden teruggelegd. Hier stonden de huizen, moest een stuk terug. En die kant op werd de Grote Markt enorm uitgebreid, tot aan de Jacobijnenstraat, zodat de Martini-toren centraal stond. Nou, dat vond men allemaal veel te revolutionair, dus dat plan ging direct van tafel en hij kon opnieuw beginnen. In mei 1947 presenteerde Grandpré Molière zijn nieuwe plan aan de gemeenteraad. En hier, gedeeltelijk achter de bebouwing van de Grote Markt Oostzijde, moest een nieuw cultuurcentrum komen.
Daarvoor moest wel het feithuis, het Zwitsers chalet, weg. En die aanbouw van Mutua Fides, die was er ook niet gepland. Kleine toegang tot de grote markt. Maar toen begon het. Allerlei partijen bemoeiden zich mee. Het werd een politiek spel. En Grand Prix Molière moest terug naar de tekentafel. In 1949 had hij eindelijk weer een plan klaar, weer totaal aangepast. Grand Prix Molière had vooral tegenstand van mensen die zijn architectuur ouderwets vonden. Zo werd zijn plan pas aangenomen nadat de burgemeester aan de communistische CPN had beloofd dat niet Grand Prix, maar voorstanders van het nieuwe bouwen de supervisie kregen. Hoewel Grand Prix Molière de leiding kwijt was, bleef hij wel werken voor de gemeente Groningen. Maar in april 1951 hield hij er echt mee op. Gefrustreerd. Want er was een nieuwe vertraging in de wederopbouw gekomen. Het begon eigenlijk pas in 1952 met de bouw van Mutua Fides. Dit bleef een gat tot het begin van de jaren 70. Want men wilde hier een cultuurcentrum. Pas toen de Oosterpoort werd gebouwd, was dat plan van de baan en werd dit gevuld door de architecten Klein en Van Lingen. Met een monumentale terras- en trapleuning van Jan van der Zee. Tja, en nu dreigt dat ook weer te verdwijnen voor opnieuw een cultuurcentrum of misschien muziekcafés? Wie weet. Grand Prix Molière ging in 1953 met emeritaat en in 1972 overleed hij. Hoewel de Groningse wederopbouw dus nauwelijks het werk van Grand Prix Molière te noemen is, heeft de stad toch gemeend deze straat in de architectenwijk De Hunze naar hem te moeten noemen. Nou, ik weet niet of Grand Prix Molière de architectuur helemaal fantastisch vond, maar het zij zo.